Hi guys, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Hoe gaat het met jullie? Zo, we hebben een lang weekend. Vandaag is vrijdag. Het is een lang weekend en ik heb eindelijk de tijd om die producten van Blue Magic uit te proberen op mijn haar. Snap je? Ik ben kind of enthousiast en kind of al teleurgesteld. Zo, gisteravond heb ik mijn haar gewassen met shampoo en ik heb die cholesterol conditioning gebruikt. Ik heb het volgens hun instructies gebruikt. Ik heb mijn haar gewassen, ik heb dit gezet. Ik heb het langer dan 2 minuten gelaten. En ik heb het uitgewassen en mijn haar was gewoon droog, alsof ik gewoon alleen shampoo had gebruikt. Maar toen het in mijn haar was, voelde het wel zacht. Niet geweldig zacht, normaal zacht. Maar toen ik het uit mijn haar heb gewassen, voelde het weer gewoon droog alsof ik alleen shampoo had gebruikt. Dus, dat was alvast een teleurstelling. Ik ga vandaag hun haarvet gebruiken en hun leave-in. Ik wist niet dat... Trouwens, ik wist ook niet dat ze een deep conditioner hadden. Ik wist alleen van hun haarvet. Ik ben naar de winkel gegaan en ik zie dat ze deep conditioners hebben, leave-in conditioners. Ik heb niet eens naar die andere dingen kunnen kijken. Ik heb mijn foto's gepost op Facebook en er waren negatieve en positieve reacties. Sommige mensen zeggen, ik gebruik het al jaren en ik gebruik het nog steeds. Het laat mijn haar groeien enzovoort enzovoort. En andere waren, ik vind het te plakkerig en het maakt mijn haar dof en... enzovoorts, enzovoorts. Dus vandaag ga ik het uittesten en mijn mening erover geven. Ik denk dat ik een breed-out ga doen ermee. Ik ga dan hun leave-in gebruiken in combinatie met hun Supergirl. Dit is hun leave-in. En dit is hun grease. Haar vet. Het is me opgevallen dat er heel veel haarproducten zijn en sommige haarproducten worden verkeerd gebruikt. Dus ik dacht bij mezelf, wat als we al die tijd haarvet verkeerd hadden gebruikt? Wat als we al die tijd haarvet verkeerd hadden gebruikt? Ik ben een beetje gaan kijken op YouTube en een heleboel mensen gebruiken weer haarvet. Een heleboel. Je mag zelf gaan checken. Gewoon intoetsen natural hair grease. En je gaat zien dat een heleboel mensen weer haarvet gebruiken. En ze beweren dat we het gewoon verkeerd gebruikten. Dus ik wil vandaag testen als ik liever heb haarvet of mijn shea butter. Dus mijn shea butter heb ik in een volop. Wat me wel is opgevallen, is dat die Blue Magic, en ik denk niet dat ze dat vroeger hadden, ik denk het niet. Als het zo is, laat het me weten, maar ik denk het niet. Is me opgevallen dat ze shea butter hebben. Kijk, shea butter. Ik zie meat with shea butter, jojoba oil en Japanese green tea leaves. Ik denk niet dat ze dat vroeger hadden. En die castor oil. Die heeft ook shea butter. Shea butter, aloe vera en pure castor oil. Als ze dat al hadden, please let me know. Maar ik denk niet dat ze dat hadden. I don't think so. Ik ga dit eerst weghalen, zodat jullie kunnen zien hoe droog het is. Ik heb echt gewoon shampoo gebruikt en hun deep conditioner. Gewoonlijk, als ik deep conditioning doe, zet ik een plastic zak op mijn hoofd. Ik bind een plastic zak op mijn hoofd, daar blijf ik een paar minuutjes ermee, soms uren. Maar ik dacht, nou, het even doen volgens hun instructies en ik denk dat je mijn haar kan horen. Ja, mijn haar was droog. En op het moment dat ik het uit mijn haar heb gewassen, voelde het al droog aan. Dus ik ga het weer proberen. Misschien gebruik ik het verkeerd. Ik ga het weer proberen. Maar dan met een plastic zak op mijn hoofd. Wie weet.
Zo niet ga ik het gewoon aan mijn vriend geven, want wat nu werkt voor mij, zet ik meestal in zijn haar. Zo, ik heb net een leave-in gebruikt. Leave-in van Blue Magic. Er staat Restores Hair Natural Moisture and... Nee, Restore Hair's Natural Moisture Balance. New and Improved Nourishes Dry Hair. Kijk, look hoe om eerlijk te zijn. Net als bij die Deep Conditioner. Het heeft geen slip. Ik kan niet erop komen bij die deep conditioner. Maar bij die leave-in. Nu pas weet ik zeker wat het is. Het heeft geen slip. Je voelt wel dat er iets is. Dat er iets in je haar is. Maar. Ik weet niet. Je voelt niet alsof het extra zacht is geworden. Of heet het. Alsof het zachter is geworden. Zo voelt het niet aan. Er is geen slip. Mijn haar voelt nog steeds zo. Ik weet niet. Sinds ik natural ben, heb ik een paar leave-ins kunnen gebruiken. En. Misschien moet ik eraan wennen hoor, maar het voelt niet. Ik heb betere gehad, laat me dat zeggen. Ik heb betere gehad. Laat me proberen uit te kammen om te kijken. Ja, ik heb betere gehad. Mijn punten voelen nog steeds zo droog. Oh no, I don't like it, I don't like it. Dus ik ga het op mijn vriend zijn haar gebruiken. I don't like it. I do not like it. Oh. Ik denk dat je het ook kan horen. No, me not like it, me not like it. Als jij die leave-in al hebt gebruikt, laat me even weten wat jij ervan vindt. Ja, laat me even weten wat jij ervan vindt. Als je het ooit hebt gebruikt, laat me weten wat je ervan vindt.
En als er dan, ik moet ook even checken als er een andere soort leave-in is hoor. Ik heb alleen deze gepakt. Ik ga kijken als er een andere soort leave-in is en een andere soort deep conditioning ga ik het proberen. Maar I don't like this. Zo, dan ga ik beginnen met plechten. Met die Super Sure Grow. Less breakage means longer hair. Made with shea butter, jojoba oil and Japanese green tea leaves. For natural styles, hair and scalp conditioner. Look hoe aardig ik heb. Hoe nog geloof me. Ik ga het wel in mijn haar zetten, maar niet op mijn hoofd. No. No. Enigste haarvet die ik op mijn hoofd ga kunnen zetten, is haarvet van Queen Fans. De haarvet is zo moisturizing. Maar natuurlijk ook eerst met water, maar de haarvet is echt, I like it. Ik weet niet, het ruikt wel naar Conoflow, but I like it. Dit gaat niet op mijn hoofd. Ik ga castorolie voor mijn hoofd zetten. En dan haarvet voor mijn haar. Cause ik vertrouw het niet. No. Zo. Ik heb mijn castorolie erbij gehaald. Mijn hydrofoor gaat zo. Ik heb mijn castorolie erbij gehaald. Dus dat kunnen we beginnen. Dit is voor mijn hoofd. Haarvet voor mijn haar. En dan ga ik beginnen met vlechten. Let's see how this goes. Oké? Zo, so guys, ik ben dik tevreden met dat haarvet. Dik tevreden. Blue magic. Mijn haar heeft een duidelijke glans. En dat is alles dat ik kwijt ben. En als mijn braid-out goed uitkomt, blijft die sowieso in mijn haarroutine. Sowieso. Niet die leave-in, maar dat haarvet. Als mijn braid-out niet goed uitkomt, denk ik wel dat ik hem laat in mijn haarroutine. Maar dan voor mijn protective style twist. Zo, wanneer ik mijn twist in mijn haar laat.
Gewoon zodat het die moisture langer in mijn haar kan houden. Want soms heb ik door de week geen tijd. En dan kan het dan handig zijn. Tot morgen, laten we kijken hoe het komt. En Blue Magic, dik tevreden. Hi guys, ik ben terug. Ik ben al begonnen met losmaken aan de achterkant. En nu ga ik de voorkant doen. En dan laat ik jullie weten wat ik ervan vind. Het is best vettig. En laat me eerst de rest losmaken. Dan ga ik zeggen wat ik ervan vind. Zo guys, dit is hem geworden. Om eerlijk te zijn is het een hele mooie breed-out. Oké. Wat vond ik van die producten? Oké. Die deep conditioner liet mijn haar stroef. Ik heb eerst shampoo gebruikt, heb ik de deep conditioner gebruikt, zoals ik al had gezegd. En mijn haar voelde stroef aan nadat ik die deep conditioner had weggewassen. Ik heb die leave-in conditioner gezet. Ik heb mijn haar weer gesprayed. Ik heb die leave-in conditioner gezet. En toch voelde mijn haar stroef aan. Ondanks ik die leave-in conditioner had gebruikt. Toch voelde mijn haar stroef aan. Dat haarvet liet mijn haar wel zachter voelen. Kambaar. Maar het was vettig. Dus het was even weer wennen daaraan hoor. Het was vettig. Niet dat het een bad thing is. Maar het was vettig. Dus het was even wennen daaraan. Maar tijdens het kammen verloor ik bijna geen haar. Dus dat is duidelijk een pluspunt. Ik ga dat haarvet gebruiken met mijn favoriete leave-in. Dan ga ik kijken hoe ze samenwerken. Mijn braid-out is wel mooi. Ik ben wel tevreden daarmee. Maar ik ben bang dat elke keer dat mijn haar dat in mijn gezicht komt, dat haarvet een beetje van mijn make-up gaat weghalen. Je weet dat? Dus als ik mijn haar misschien een beetje naar achteren zo kan doen, ga ik me beter voelen. Ja, als ik hem zo naar achteren kan doen, ga ik me veiliger voelen. Ga ik haarvet blijven gebruiken in mijn haarroutine? Ja, ik denk van wel. Ik denk van wel, niet vaak. Maar ik denk wel dat ik hem af en toe ga gebruiken voor protective styles. En als ik mijn haar lang moisturize wil houden,
ga ik dan gewoon water gebruiken, mijn favoriete leaf en haarvet. En dan vlechtjes maken voor een hele week. Of twists maken voor een hele week. Voor een braid-out en twist-out. Ik moet dan even kijken hoe lang dit gaat blijven. Als dit lang blijft, ga ik haarvet dan voor meerdere dingen gebruiken. Ik heb mijn haar zo naar achteren gedaan omdat ik naar een dansevent ga. Misschien ga ik meedoen en ik wil niet dat mijn haar telkens slaat in mijn gezicht. En ik heb geprobeerd haarwax te gebruiken voor mijn edges. Maar dat zit nu zo vies. Dat ga ik straks fixen. En wat nog meer? Ja, dat is het. Dat is het voor mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet niet te liken, te abonneren. En vergeet vooral niet te sharen met mensen die niet weten wat ze moeten doen met hun kroeshaar. Je weet toch, voor hun maak ik die video's. Het is vreselijk warm, guys. Dan put make-up. Als je afvraagt waarom ik make-up zet, is voor mezelf om te oefenen. Om ietsje beter erin te worden. Zo, ja. En nee, ik doe geen make-up voor mensen. Want ik heb die vraag wel gehad op mijn page. Ik doe geen make-up voor mensen. Ik probeer gewoon. Tenzij ik op je mag experimenteren. Eigen risico. Laat me weten wat je ervan vindt. In de reactiebalok. Doei.